Welkom bewoners van een gamestad en welkom bij deze nieuwe video van The Sims 4. We gaan meteen op play drukken, wel op snel tempo. Dan gaan we ervoor zorgen dat... wanneer moet Marnik naar zijn werk? Over 8 uur pas. Holy shizzle, manizzle, jizzle jam. Heeft honger en hij voelt zich ongemakkelijk. We gaan eerst even douchen. Want dat... Oh, ja, ik heb net gezegd dat je moet gaan douchen. Daarna ga je je tanden poetsen. Daarna... Oh, hier staat zelfs nog iets. Is dat nog goed? Ja, dat is nog goed. Dus macaroni met kaas eten. Als ontbijt. Waarom ook niet? Dan ga je dat opruimen. Daarna ga je naar het toilet. Zo... En we gaan dat even doorspoelen, want dat is allemaal niet zo interessant. Dat is wel interessant eigenlijk, maar oké. Ik wil gewoon even dat hij klaar is met douchen. Zijn hygiëne zit nu vol. Bijna, ja. Dus dan gaat hij al. Hupsakee. What the fuck? Doe je ook maar... Wie poetst er zijn tanden nu, terwijl je aan het eten... En nu gaat hij gewoon zijn ding opeten of zo. The fuck? Rare man. Rare man. Doe alvast gewoon even een like voor de rare dingen die Marnik doet in dit huis. Wauw. En zijn girlfriend is nog altijd aan het slapen. Want ze heeft een hele nacht, jawel, een hele nacht op die computer gezeten. What the fuck? Dat is toch gewoon niet meer... Dat is toch niet best. My god. Over 5 uur moet hij pas gaan werken. Dus als we... Gewoon even... wat staat er hier nog? Kan je niet schrijven oefenen? Was dat niet iets? Of was dat gewoon schrijven? Schrijven oefenen, ja. Dat kunnen we even doen dan. Om zijn carrière toch iets te helpen. Want dat is ook nog geen vette tot nu toe. Zij is nog steeds aan het slapen. Ja, heeft het toch wel getroffen met die vriendin. Holy shit. Nou, begin maar te oefenen aan je schrijven. En dan ga ik het even op tempo 3 zetten. Want ja, dat moet wel kunnen. Sorry. Over 4 uur moet hij gaan werken. Technisch gezien nu over 4 uur ongeveer. 3 uur. Maar ik wil eerst dat hij niveau hoger gaat. Schrijven. Want dat zou super duper cool zijn. Als hij nu nog een niveautje hoger komt. Dankjewel. Dag. Tot de volgende keer. Tuurlijk hoor. Hupsakee. Mark heeft niveau 4 van de vaardigheid schrijven bereikt. Dat is fantastisch. Stop daar nu maar mee. Want anders dan raak je nog uitgeput. En dan word je gespannen en zo van die dingen. En dat is ook niet leuk. Dus ja, je mag ook stoppen met zitten als je wil. Heb je nog behoeften voordat je naar je werk gaat? Ga toch ook maar eerst even nog eens naar het toilet. Doe daarna ook maar gewoon nog even snel dutje. Oh mijn god, we hebben weer $24 verdiend met Remco's gekke verhalen. Moet over ongeveer een uur aan het werk. Ja, dat kan kloppen. Dat kan zeer goed kloppen. Oei, oei, ik kan best dat ook nog eens opruimen, want dat is niet best. Niet best, dat. En ik denk... Ja, het is bijna tijd om te gaan werken, dus doe maar niet meer je dutje. Wanneer moet hij naar het werk? Om 11 uur, toch? Dan moet hij nu toch naar zijn werk? Ga naar het werk, jongeman. Ga. Ga. Oh, hij gaat hier al naar het werk. Alright. Ja, was dat maar even vlug af. En ga nu meteen naar je werk, alsjeblieft, want anders ben je te laat. En dat is niet goed. Je bent al te laat. Maar kom op, man. Doe gewoon... Dude, kom op. Ga. Ga met die banaan. Go. Sneller. Waarom staat die kerel daar ook weer?
What the fuck? Die... Oh my god. Te veel fouten. De baas van Marnik is een beetje een diva. Maar het laatste verhaal staat bomvol fouten. Moet Marnik overwerken om te zorgen dat alles wordt opgelost en perfect is? Of alleen de meest opvallende fouten corrigeren en laten huizen? Keihard laten. Oké, hij wordt daar gespannen van. Maar, dat geeft niet. Want dan verdienen we meer centjes. En normaal gezien is hij nu thuis. Hupsakee. Promotie. Marnik is gepromoveerd tot blogger en er vliegt hier een vlieg rond. En dat is irritant. Oké. Wat zijn behoeftes? Wow, plezier. Holy shit. Dan gaan we maar even gamen, jongeman. Zullen we even games spelen? Waanzinsport? Nee, doe maar Sims voor altijd. Dan doe je dat even voor je plezier, want dat is toch echt wel niet goed. En dan gaan we uitnodigen Cora van de Kerkhof om te vragen of ze misschien niet eens kan langskomen. Komt zo langs. Fantastisch. En ze is daar al. Kijk. Wat is ze met haar? Ze loopt zo triest. Oh, dat is niet leuk. Dan gaan we haar toch gewoon even... we gaan gewoon ojaan met haar. Oh, wat? Wat is er? Oh, dat is niet lief. Ga je ook alsjeblieft van je computer als ze er is? Dank je. Ga er maar naartoe. En weet je wat, doe niet eerst oh ja. Doe eerst proberen op te vrolijken. Want ze is niet echt vrolijk op dit moment. En ja. Dus laten we haar eerst proberen opvrolijken. Want... Ja, is het weer goed nu? Please, opvleuren. Opvleuren. Soepte. Ah, wat is. Voilà. En dan liefde. We gaan naar hier. En oh ja, met Cara van de Kerkhof. Dazawa Barley, wat? Ah ja. Wat? Ew. Wat? Nee. Kom op. Dat is niet lief. Kushandje geven. Doe gewoon een kus. Maar ze is een beetje slecht gezind, denk ik. What the fuck, man? Dude. Weet je, het is al goed. Oké. Okay. Het is al goed. Wat? Wow, wat? Wat? Excuses aanbieden, oké? My god. Wat? Wow. Gaat hij nu gewoon naar bed? Die gaat gewoon naar bed. En ze heeft zoiets van, fuck deze shit. Wauw, ze is echt slechtgezind vandaag. Wauw. En zij gaat gewoon nog even lezen. Ja. Oh, ze kruipt er gewoon bij. What the fuck was dat? Wat? What the fuck? Anyway, morgen moet hij ook gaan werken, dus dat is ook lichtjes irritant. En ze is... Oh, ze is niet... Waarom bleef ze? Oh, ze bleef ook gewoon de hele nacht. Oké. Dag, tot de volgende keer. En ze is weer triest. Meisjes, vrouwen, rare wezens. Zijn het. Ja. Rare wezens. Soms, af en toe eens. We hebben 1000 simoleon dollars. Holy crapamoly. Ik vraag mij af waarom we trouwens een schildersezel hebben. Ik ga nooit schilderen met Marnik. Waarom zou je ook? Ik bedoel, hij is het heel ongemakkelijk. Oh mijn god, hij moet naar het toilet.
En hij moet eten. Ja, maar het is nog geen ochtend, jongman. Je hebt energie nodig. Anyway, dan doe je maar... ja, wat? Ontbeten kan ook niet, dus misschien een wow. Een snelle maaltijd, cornflakes of zo. Dan doen we dat gewoon, je weet zelf. Hupskee. Cornflakes. 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 Zo, en misschien moet je ook even je... Wat is hij nu aan het doen? Aan het gamen? Ja, aan het gamen. Misschien moet je ook eens je tanden poetsen. En dan even... Wow, wat? Huh? Oh, oké. Okay. Dan moet je misschien ook maar eens even schrijven. Liefdesmail schrijven naar Cora van de Kerkhof. Ja. Dat heeft de dingen beïnvloed. Oké, okay, dat is goed. Schrijven oefenen. Want dat moet natuurlijk ook... als je zo vroeg wakker bent, dan kan je wel eens gaan oefenen om te schrijven, vind ik persoonlijk dan. Dus dat doe je dan, maar gewoon even. Even, want dan ga je nu eerst terug even slapen. Dus dat annuleren. En dan ga je eerst even slapen en er staat hier nog een fucking boek op bergen. Oh mijn god, dat is hier vuil. Wauw. Ja, nu moet hij wel uit zijn bed. Oh mijn god, ik moet over een uur ook. Snelle maaltijd, cornflakes. Ja, je gaat eerst natuurlijk dat boek oprapen. Oh mijn god, doe gewoon wat ik zeg, jongeman. Doe gewoon wat ik zeg, hè. God damn it. Ja, doe de koelkast maar open. Prima. Oké, okay, dat is heel leuk, maar kan je nu even sneller eten alsjeblieft, want, wel, je moet zo meteen naar je werk, moest je nog niet weten. Goed zo, was dat maar ook even lekker af, en je moet, nou, oh, hij gaat dan naar zijn werk, cool. Cool! Cool! Go for it, mate! Go for it! En nu gaat dus de tijd plots super snel, want ik heb geen andere sims om me mee bezig te houden. Dus de tijd gaat nu even super duper snel voorbij. En hij is weer gespannen, want ja, het is Marnik. En de sim Marnik raakt altijd gespannen als hij moet werken blijkbaar, wat wel shit is. Het is echt de hoogste tijd om iets leuks te doen. En hoeveel hebben we verdiend trouwens? Niet super, maar toch iets. Spel spelen. Sims voor altijd. Just do it, boy. Ja, doe maar. Doe maar even gewoon. Gewoon go. Gewoon, yeah. Even plezier opkrikken. Want dat is toch echt wel even nodig. Ja. Plezier is groen. Dan ga je dit even schoonmaken. En daarna je tanden poetsen. Moet hij morgen werken trouwens? Waarom gaat hij nu al gaan slapen, man? Die moet morgen niet eens werken. Jeez. Wauw. Weet je wat je moet doen? Je moet gaan douchen. Maar je bent heel erg vuil. Uitnodigen om rond te hangen. Cora. We gaan gewoon Cora opbouwen. Voor eventjes. Ja, dat kan. Hopelijk doen we dat niet tijdens het douchen, want dat zou nogal gevaarlijk zijn met de telefoon in de douche. Gevaarlijk voor de telefoon dan, want dan is je telefoon kapot. Want het ziet er zo'n smartphone-achtig ding uit, dus ik veronderstel dat die dan kapot is. Tenzij je waterdicht is natuurlijk, maar dat is niet bij veel smartphones. De Samsung Galaxy S5 waterdicht versie is er ook wel, denk ik. Maar voor de rest, als je een iPhone onder de douche steekt, die leeft niet lang, denk ik. Ja, ja, douche maar jongeman in het midden van de nacht. En dan gaan we ook gelijk dingen bellen in het midden van de nacht. Want ja, die heeft altijd tijd. Cora is aan het slapen. Maakt sens, ja.
maakt redelijk veel sens trouwens. Doe dan ook maar even een snelle maaltijd, cornflakes. En ga dan nog maar even schrijven. Eerst geïnspireerd. Dan gaan we een genreboek schrijven. Een kort verhaal. En ja, dan gaan we straks wel zien wat we daarmee gaan doen met dat kort verhaal. Want dat is zo cool dat we dat kunnen doen, die shit. Hupske. Hupske. En daar gaat hij hoor. Daar gaan we. En hij gaat beginnen schrijven. Mogen we nog key? Oh, we kunnen. Oké. Alright. Alright. Wat? Oké. Aliens under siege. Wat je? Siege. Wacht, we gaan het duidelijk maken. Zo. Oh, wel wat? Je schreef niet siege. Vat je hem? Ja hoor. Ja. Zo, dat is gewoon even een kort verhaal over siege die aliens gaat verslaan om de wereld te redden van hun duivelse kwaad. Zo. Hupske. En dat gaat hij schrijven, mensen. Want hij is geïnspireerd. En als hij geïnspireerd is, dan moet hij echt wel gaan schrijven. Want ja, daar raakt hij geïnspireerd. Wow, hij schrijft ook snel. Holy shit. En het plezier, dat is er niet aan te merken. Dat is wel iets minder, Vlinder. Kan dat wat sneller, jongen? Sorry. Het is trouwens nu pas ochtend. Weet je dat? Het is nu pas ochtend. Dat is toch ongelooflijk? Het is nu pas ochtend. Nu pas. Kom op. En hij is al heel de nacht bezig met schrijven. Geïnspireerd. Is hij gespannen of zo? Ja, hij is wel een beetje gespannen, ja. Oh, zijn inspiratieperiode is voorbij. Dus dan stoppen we even. En dan kunnen we wel, als we schrijven, bijvoorbeeld schrijven hervatten. Ja, alright, cool. Cool. Oh, dus als je leest, dan krijg je ook plezier bij. Dat is wel leuk. Dan gaan we even bellen naar Cora van de Kerkhof. Doen we dat niet gewoon? Oh, we doen gewoon even slapy dutje even doen. Ja, waarom niet? Dan gaan we hem hier pauzeren. Als je deze aflevering en serie leuk vindt, laat dan alvast even een like achter onderaan de video. Voeg hem jullie favorieten, deel met vrienden en abonneer op GameStat als je dat nog niet hebt gedaan. Kijk ook even op mijn kanaal mocht je nog meer The Sims 4 willen zien, want daar heb ik ook een serie namelijk. En ja, dan zie ik jullie de volgende keer terug in een nieuwe aflevering van The Sims 4. Bewoners van de GameStat, ik zeg bye.